Hey mensen, super om te kijken naar een gloednieuwe video van mij hier op mijn kanaal. Vandaag weer een gloednieuwe Discord tutorial. Ik heb vaak aangevraagd gekregen of ik graag weer een nieuwe Discord tutorial wou maken. Dus bij deze, daar is hij weer. Ga ik jullie uitleggen hoe je een welkomsysteem maakt. Dat als iemand dus jouw server joint, dat jouw bot dan een bericht stuurt. En dat hij ook een rol geeft aan degene die is gejoined. Dat is wat ik in deze video ga uitleggen. Het wordt een wat kortere video dan normaal. Maar ik hoop wel dat die even leerzaam is voor jullie. Wat we hier gaan doen. Hier staat client.onready. Dus waarmee de bot opstart. Dan gaan we hier naar de onderste zin bij de punt comma. En dan doen we 2 keer enter. Net boven de message create. Dan beginnen we hier eigenlijk hetzelfde als bij de message create. Dan doen we client.on. Dan doen we de halve haakjes. Dan doen we dubbele comma. En dan doen we guild. Member en dan add. Dus guild member add. Nou, heel makkelijk. Zo doe je dat. Dan zeg je achter de dubbele comma, zeg je een comma. Dan doe je spatie. Dan doe je member. En dan doe je is. Dan doe je, hou je shift ingedrukt en dan doe je punt. Als je shift ingedrukt houdt en je doet punt, krijg je namelijk een pijltje naar rechts. Dit vormt dan een heel pijltje. Dan doe je spatie en dan hou je shift ingedrukt en dan klik je op een van deze blokjes. Shift ingedrukt, dan krijg je deze dus. En dan doe je enter, enter, naar boven en nog een keer enter. En dan kom je hier dus in het midden uit. Nou, hartstikke makkelijk. En hier gaan we eigenlijk de code beginnen. Guild member add staat eigenlijk ook gewoon voor, het staat voor server, lid, toevoeg. Dus eigenlijk guild member add, nou, als je een beetje Nederlands, als je een beetje Engels kan, dan snap je het wel. Heel simpel. Wat we hier gaan doen is, we gaan er natuurlijk uiteraard voor zorgen dat iedereen die joint een rol krijgt. En dat diegene ook een berichtje krijgt wanneer die is gejoined. Daarvoor gaan we eerst de rol ophalen. Dus wat we gaan doen is, we gaan naar mijn server. Testserver heet deze. Dan gaan we naar overzicht, dan gaan we naar rollen. Dan gaan we naar member en dan doen we rechter muisknop en klik op kopieer ID. Als je dat niet ziet staan, dus je kan geen ID kopiëren. Ga dan naar gebruikersinstellingen. Klik op geadvanceerd en klik op ontwikkelaar. Modus. En klik die ontwikkelaarsmodus klik je aan. Vaak als dat nog niet aanstaat is hij dan gewoon grijs. En dan moet je op klikken en als hij dan groen is. En je gaat naar jouw server toe. Dus je gaat hier naar je rollen toe. En je doet dan rechtermuisknop kan je het ID kopiëren. En dat ID moet je bewaren. Want dat ID gaan we zo meteen mee werken. Om de rol daadwerkelijk op te halen. Wat we dan doen is. We doen var rol is. Dan doen we member. .guild.roles.cache.get. Dan doen we de halve haakjes. Dan doen we 1 keer een comma. En dan zetten we hier tussen het ID van de rol. Want die moest je natuurlijk net ophalen. Dit is dan het ID van de rol die ik net heb opgehaald. Dus hij weet nu, de rol is dit. Dus dat is de member. Natuurlijk kan het ook zo zijn dat je dit wel invult. Maar als iemand de rol verwijdert uit jouw server, dat de rol niet meer bestaat. En als er dan iemand joint, dan zou het vaak gebeuren dat de bot gaat crashen. Dus wat we dan doen, dan doen we 2 keer enter. En dan doen we if de halve cirkel noem ik maar even. Dan doen we uitroepteken. Dan doen we rol. Dus if als er geen rol is. Uitroepteken staat voor geen rol. Dus als er geen rol is. Dan gaan we heel simpel doen. Doen we return. Dus dan zeggen we eigenlijk gewoon stop. En dan gaat hij gewoon niet meer verder. Natuurlijk. We hebben nu deze rol opgehaald. En we hebben ervoor gezorgd dat als de rol er niet is. Dat hij niks meer doet. Dan zou je denken. Waarom zet je dat hier neer? Nou, hieronder gaan wij zorgen dat als de rol er wel is. Dat de rol wordt toegevoegd. Dus ik zal jullie het laten zien. Je doet weer 2 keer enter. En dan doe je member.roles.add rol en dan punt comma. Dus dit is de rol, de member. En wanneer die rol er niet is, dan return je hem. Dus dan stop je hem. En dan stopt hij dus ditgene. En wanneer de rol er wel is, dan, ja, dan laat hij dit stukje gewoon zitten. Dan denkt hij gewoon van, ah, we slaan dit over. En dan doet hij niks. Dus als de rol er wel is, voegt hij hem toe. Dat zeg je hier gewoon, van voeg de rol toe. En als de rol er niet is, stop je hem met return. Heel simpel. Dus als er nu al iemand joint, krijgt hij meteen de memberrol. We hebben er nu voor gezorgd dat de bot een rol geeft. Maar we moeten er nu natuurlijk ook voor zorgen dat de bot een berichtje stuurt wanneer hij een rol krijgt. Dus wanneer hij joint. Dus wat we dan doen, dan doen we 2 keer enter. En dan doen we deze keer var channel. En dan doen we deze keer member.guild.channels.cache.get
halve cirkel en dan een komma. Nu gaan we dus het kanaal ophalen waarin het bericht verstuurd moet worden. Nou, ik heb hier al een kanaal gemaakt. Welkom. Je kan zelf kiezen in je eigen server welk kanaal dat wordt. En wat je hier precies doet is, je doet rechtermuisknop, kopieer ID. En je zet die hier tussen en dan heb je het kanaal opgehaald. .com erachter, klaar. Hier doen we hetzelfde als bij de rol. Als het kanaal er niet is, doen we if, uitroepteken, channel. Goedemiddag, channel. En dan doen we return. En dan zijn we klaar. En dan heb je dus ook gereturned. Wat we zo gaan doen is, we gaan ervoor zorgen dat hij een bericht verstuurt. Maar welk bericht? Wat je daarvoor doet, is heel simpel. Je doet let, welkom, embed. Je kan ook cons doen, kies zelf maar. Ik doe dit. Dus let, welkom, embed is nieuw. Discord.message embed, halve cirkel, en daarbuiten doe je een enter. Wat we dan gaan doen is, we gaan de hele embed gaan we customizen doen. We doen een kleur, een footer, een set timestamp en een description. Ik ga alles uitleggen, dus ik zou zeggen, volg mij lekker. We beginnen bij set color, dan doen we die halve cirkel en dan doen we dubbele komma en ik doe dan gewoon blue. Blue, blauw, hartstikke mooi. Dan doen we punt set description. Dus daar gaan we een beschrijving toevoegen. Dan gaan we de schuine komma doen. Als je deze niet hebt op je toetsenbord, geef het dan even aan in de reacties. Dan zal ik hem naar je toesturen. Wat we dan doen? We gaan een zwaai emoji toevoegen. Of we kunnen ook gewoon zeggen van welkom in de server. We maken er wat moois van. We doen de Windows knop en dan punt tegelijk. Windows knop en punt tegelijk. Dan krijg je dit in beeld. En dan kan je een emoji uitkiezen. Ik doe dan even zwaai. Zo. En dan doen we bijvoorbeeld welkom in. En dan doen we bijvoorbeeld de test. De servernaam. Dus dan doen we welkom in. Hoe heet de server ook alweer? Welkom in. Testserver, comma. En dan doen we bijvoorbeeld. Zeggen wie er is gejoined. Dus dan doen we dollarteken, die rare tekens. Member.user.username. En dan zetten we daar achter. En daarvoor zetten we twee van die, hoe zeg je dat, twee soort sterretjes dat wit is gekleurd. Dat lekker opvalt enzovoort. We gaan ervoor zorgen dat er een footer wordt meegegeven en de tijd. Dus wat we doen nog een keer enter. Dan doen we set timestamp en dan doen we die halve cirkel en dat laten we zo. Set timestamp is, dan geeft hij de tijd onderaan de embed aan. Dus ik ga je zo laten zien wat dat is. We doen nog een keer enter en we doen dan set footer. Dan doen we die halve cirkel, dan doen we dubbele komma en dan kan je bijvoorbeeld je servernaam doen. Ik doe dan Rumen Gaming. Zo, hartstikke leuk. Doe ik gewoon Rumen Gaming, hartstikke mooi. We hebben nu de embed gemaakt. Het enige probleem is, hij verstuurt niks, want je hebt nergens verteld, stuur dat bericht hierheen. Dus wat we dan doen, we doen twee keer enter en we doen dan gewoon heel simpel channel.send. Want het kanaal heet channel, dus dan doen we channel.send. Dan doen we de halve cirkel, dan houden we shift ingedrukt. En dan doen we dat blokjes teken. En dan typen we embed, spatie. Dan doen we die blokjes zonder shift. En dan doen we welkom, embed, want die heet zo. En dan zijn we eigenlijk gewoon klaar. Dan zetten we punt comma erachter, punt comma zo. En dan zijn we eigenlijk gewoon klaar. Dan werkt dit systeem eigenlijk meteen. Wat ik ga doen, ik ga even inloggen op een testaccount en dan ga ik meteen laten zien dat het werkt. Sowieso, je moet even je bot opstarten, anders gaat hij helemaal niks doen. Dus dan klik je op terminal, nieuw terminal, tutorial bot, of hoe het bij jou ook heet. En dan typ je heel simpel, node, spatie, punt, enter, en dan is de bot opgestart. Dus ik ga even inloggen op een testaccount en dan ga ik zo laten zien dat het werkt. Goed, jongens, daar ben ik. Ik ga momenteel joinen met een alt-account. Of tenminste een alt-account, even met een testaccount. Alt-account, ook goed. Wat ik ga doen, ik ga nu joinen, dus ik klik op deelnemen. En dan heb je hier dus, geef testaccount een warm welkom. Je ziet meteen dat hij de memberrol heeft. En als ik klik op het kanaal welkom, dan zie je hier dat hij het bericht stuurt. Welkom in testserver, testaccount met de naam. Hier heb je dus de footer die we hadden gemaakt. De footer was dus Rumen Gaming. En hier staat ook vandaag om 19:39. Dus dat is de timestamp. Dus de tijd. Hij verstuurt het twee keer. Komt omdat ik de bot twee keer heb opgestart. Kijk, als ik nu bijvoorbeeld hem opnieuw opstart. En ik rejoin de server even. Kijk, dat gaan we wel even doen. Ik kom wel even opnieuw de server in. Dan zie je dat hij hem één keer verstuurt. 1, 2. Dan zie je dat hij hem maar één keer verstuurt. En niet weer twee keer. Anders had hij hier nu vier keer gestaan. Dus dat is eigenlijk hoe makkelijk hij gewoon een welkom systeem maakt. Je ziet ook, hij heeft de rol automatisch ontvangen. Zo makkelijk is dat. Dus ik zou zeggen, ik hoop dat deze video heel leerzaam voor jullie was en dat jullie er iets hebben
ja, iets heb ik van kunnen maken. Ik zou zeggen, heb je het gemaakt en werkt het ook? Join op mijn Discord server. Het linkje staat in de beschrijving. En stuur daar een foto van hoe jij het hebt gemaakt. Ben ik in ieder geval benieuwd naar. En dan krijg je wel even een kleine shout-out van mij. Ik zou zeggen, voor nu, bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je hem leuk. Doe dan een blauw duimpje omhoog. En vergeet eronder niet te abonneren. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Laters.